De Mercedes SL bestaat al sinds het begin van de jaren 50. Nu, de allereerste generatie was een echte sportwagen, vandaar dat hij ook SL genoemd werd voor superlight. Maar doorheen de volgende generaties is het model meer en meer verburgerlijkt. Met de nieuwste generatie, die volledig ontwikkeld werd door AMG, wil Mercedes opnieuw terugkeren naar de sportiviteit en dus naar de oorspronkelijke roots. En wij gaan vandaag eens kijken of ze daar ook in geslaagd zijn. Je kan de detailtest van de SL ook nalezen in ons magazine of anders digitaal op onze website. Daar vind je trouwens ook tests van een heleboel andere modellen, evenals het laatste autonieuws. Ja, Steven, Mercedes verwijst graag naar de allereerste generatie van de SL, de 300 SL, maar we kunnen niet zeggen dat ze er een retro model van gemaakt hebben. Hij doet eigenlijk misschien meer denken aan de AMG GT. Heeft hij daar ook technisch iets van? Of? Wel ja, dat is exact mijn reactie ook. Hè. Ik heb dat destijds op de presentatie aan Mercedes ook laten weten, dat ik vond dat hij heel hard op de AMG GT leek. Maar om op een vraag te antwoorden, of hij dan voor de rest nog iets gemeen heeft met de AMG GT, nee. Het is een volledig nieuw chassis dat Mercedes daarvoor heeft ontworpen. Een aluminium chassis trouwens. Ik heb gevraagd toen destijds of waarom. Waarom dat ze bijvoorbeeld niet met carbon hebben gewerkt, omdat dat toch lichter is en nog stijver, want dat willen ze uiteindelijk. Ja. En toen was de vraag dat kostenbaten niet opwoog. Er zit wel een klein beetje composiet verweven in het chassis. Ja. Ook een beetje magnesium en een klein beetje staal, maar de hoofdmoot is aluminium. Wat maakt dat het body in white een stuk stijver is en lichter, zowel van de vorige SL als van de AMG GT. Oké. Dus dat is wel al aan zich een verbetering ten opzichte van een AMG GT en van een SL. En wil dat dan zeggen dat de auto in zijn geheel ook lichter is dan de vorige? Ja, dat is de superlaag, dat geldt al een aantal jaar niet meer. Je hebt het gezegd, hè? Ja. De burgerlijkheid. Mm-hmm. Hij is wat uitgezet, samen met zijn doelpubliek inderdaad. En die extra kilo's, die lijkt hij kwijt te zijn, want hij ziet er wel heel, heel slank en heel dat is waar, gestroomlijnd en sportief uit. Maar als je de SL 63 zoals die hier staat op de weegschaal zou zetten, dan komt daar bijna 2 ton op. Oeh, dat is de moeite voor een sportieve auto. Ja, als je dan zou vergelijken met de vorige SL, waar wij alle twee van vinden dat hij een beetje dat hij goed in zijn vel zat, zeg maar, dan is deze 120 kilo zwaarder. Ja. Nu, dat heeft uiteraard te maken met het feit dat er een aantal zaken zijn bijgekomen. We zullen het daar straks nog over hebben als we ermee gaan rijden. Ja. Maar er zit vierwielaandrijving bij, vierwielsturing zit erbij. Een hele hoop luxe die de vorige SL ook niet had. Wat maakt uiteraard dat op het eind van de rit de weegschaal serieus doorslaat natuurlijk. Hè. Ja. Daar kan je niet omheen. Nu, een belangrijk verschil met de vorige generatie is wel dat hij terug een stoffen kap heeft, dus geen wegklapdak meer. Ik zal ze er eens braaf eens opleggen. Kan vast op, 21 kilo lichter dan de stalen variant. Kan tot 60 km per uur geopend worden en ik dacht 15 seconden openen die, mocht dat van belang zijn. Ja. Het allerbelangrijkste is dat het alweer lichter is, zeker hoger, dus dat maakt dat het het zwaartepunt ook iets verlaagt. De koetspanelen trouwens, die zijn ook allemaal uit aluminium. Mm-hmm. Alle koetspanelen samen zijn 270 kilo. Wat ook een serieuze besparing is. Maar ja, zoals al gezien, haalt het op het eind van de rit heel weinig uit. Hè. Nee, inderdaad. Nu, ik weet niet wat jouw mening is, maar ik vind wel dat hij er zo gestroomlijnder uitziet dan zijn voorganger met de stalen. Ja, alleszins, ja. Plus het feit dat het eigenlijk weinig doet aan het geluidscomfort, want hier zit 450 gram geluidsdempend materiaal in. Ja. Dus als je binnen zit, is het eigenlijk ook. En dat zal waarschijnlijk ook gestroomlijnder zijn, effectief, dan zijn voorganger. Hij is gestroomlijnder. Ik zie dat hij bijvoorbeeld inklapbare deurgrepen heeft. Ja, inklapbare deurgrepen. Er zit een spoilerlip op achteraan en van voor. En hij heeft een CX van 0,31. Wat enorm helpt trouwens als je openrijdt, om ook dan het geluid te dempen. Mm-hmm. Dus alles bij elkaar is hij stijver. Mercedes heeft geprobeerd van hem zo licht mogelijk te maken, maar hij is wel niet lichter geworden. Maar goed, hij is aanzienlijk lichter bij alle materialen erbij.
En hij blijft tegelijkertijd, qua geluid, zeker naar geluid toe, hetzelfde comfort garanderen. Dus missie op dat punt min of meer geslaagd. Iets dat alle SL's uit de geschiedenis al typeert, de lange gestrekte motorkap. Ja. En wat ligt eronder in dit geval? In dit geval de 4 liter V8, wel gedeeld met de AMG GT trouwens, dezelfde. Mm-hmm. En dat is tot op heden de enige motor die je kan bestellen, al heeft Mercedes ondertussen in zijn catalogus ook al de SL43 opgenomen. Ja. En die heeft een 2 liter viercilinder. Een viercilinder in een SL? Een viercilinder in een SL. De wonderen zijn inderdaad de wereld nog niet uit. Die heeft wel 331 pk en dat met dank aan een elektrische turbo. Maar okay. Buiten die info weet ik daar zelf ook niet meer van, want die is er gewoon simpelweg nog niet. Nee. Voorlopig kan je rijden met de SL63 zoals die hier staat. Mm-hmm. En dan haalt die 585 pk uit zijn 4 liter V8. En de SL55, dat is dezelfde motor, maar iets gedowntuned naar... Het is maar wat je noemt, gedowntuned, 476 pk. Ja, en de 55 en de 63 hebben altijd vierwielaandrijving en de 43 zal enkel wielaandrijving. Ja. Ze zijn wel alle drie gekoppeld aan dezelfde 9 MCT 9 trapsautomaat. Ja. Dus dat is wel onveranderd. Mm-hmm. Ja, het interieur komt me redelijk bekend voor. Ja, dat is de S-klasse. Inclusief het grote scherm. Maar er is wel één verschilletje. Ja, inderdaad. Kijk, heb. Het kantelt. Ja. Dus een hoek van 12 tot 32 graden om uiteraard, als je openrijdt zoals nu, hinderlijke reflecties weer tegen te gaan. Ja. Maar voor de rest is het redelijk inwisselbaar met de S-klasse, wat geen straf is. Mm-hmm. Ik wil zeggen, naar afwerking toe, ja, zoals je kan zien, is heel luxueus, is heel goed gedaan. Ja. Alles wat je nodig hebt, is aanwezig. We hebben er al dikwijls kritiek op gegeven. En daar is dan hier ook hetzelfde. Ja, je moet wel alles doen via de centraal scherm. Regeling van je temperatuur. Noem het. De meeste van de aanpassingen. Ja. Huizen binnen het infotainment systeem. Maar ja, goed. Door het feit dat je zo'n gigantische tablet hebt, is die nog redelijk sava. Ja, en het reageert ook wel vrij. En het reageert heel snel. Dus ja, oké. Okay. Maar goed. Op die kleine opmerking na, is het hier zeer aangenaam zitten. Hè? Ja. Die zijn dan zo weer... Hier voorin is het inderdaad zeer aangenaam zitten. We hebben hier we hebben plaats genoeg. Maar deze generatie van de SL heeft ook twee achterzitjes gekregen. Maar... Ja, achterzitjes, ik noem dat is een zeer rekbaar begrip. Hè? Bij Mercedes zeggen ze zelf dat er personen tot een meter 50 kunnen zitten. Ja. Ik weet niet, zelfs een meter 50, die gaan toch hun benen ook in de nek moeten leggen, want die gaan er anders niet bij geraken. Ja, en sowieso, ik zie dat de rug van de achterbank ook bijzonder recht is. Ja, dus als je er achterin geraakt, heel comfortabel zal het. Nee, absoluut niet. Het is eigenlijk, als we echt eerlijk zijn, is dat een beetje, zoals in de 911, meer extra bagageplek dan dat het een zitplek zou zijn. Ja. De filosofie van de SL is wel een beetje veranderd tegenover vroeger. Vroeger was de SL altijd een comfortabele cruiser. De AMG-versie is misschien iets minder. Maar hoe zit het bij deze? Hij is duidelijk sportiever geworden. Hè? Ja, hij is echt sportiever. En het hele opzet was ook om hem sportiever te maken. En dat is zeker gelukt. En wat het meeste opvalt is, ik heb het net al gezegd, hè, hij weegt veel. Hij weegt 2 ton. Oh. Of bijna 2 ton. Maar dat voel je eigenlijk niet. Okay. Als je rijdt, eigenlijk kan je dat best vergelijken met een uitvergrote SLK. Wat een enorm compliment is. Hè? Als je dat kan bereiken met een auto van deze omvang en van dat gewicht. Het enige, dat is dat Mercedes wel alles uit de kast heeft moeten halen om dat te bereiken. En dan niet alleen zowel mechanisch, hè, want er zit een vierwielaandrijving bij de sterkste AMG's. Mm-hmm. Vierwielsturing zit erbij. Hier in het geval van een 63 heb je ook nog een sper van achter dat er standaard bij zit. Het AMG Ride Control, waarbij dat je actieve stabilisatorstangen krijgt. Ja. Die niet alleen per as, maar ook per wiel werken. Dus ze doen er alles aan om koetsrol zoveel mogelijk uit te vlakken, om die auto zo strak mogelijk te houden.
En dan komt daar nog eens bij dat, als je dan zuiver softwarematig, zuiver elektronica gaat kijken, dat het ESP in bochten gaat met kleine remingrepen proberen van je zo hard mogelijk naar de core te duwen. Dus je voelt echt aan die auto, als je echt begint door te rijden, dat er heel veel tussenkomsten vereist zijn van zowel mechanica als van elektronica om die prestaties te leveren. Ja. Het is wel een beetje ironisch eigenlijk dan, dat voor een sportief een auto, dat ze al die dingen moeten doen om het gewicht te compenseren. En door al die dingen toe te voegen, wordt hem eigenlijk nog zwaarder. Ja, ja, dat is, klopt 100%. En vandaar dat ik zo benieuwd ben eigenlijk naar de 43. Hè, dat, omdat die dat komt enkel met achterwielaandrijving. Dat is ook een 2 liter, dus dat sowieso gaat die veel minder wegen. Ja. En dan vraag ik mij af of dat die nog altijd dezelfde prestaties gaat kunnen leveren zonder al die elektronische tussenkomsten. Ja. Dus dat is wel een vraag. Nu, wat ook belangrijk is, want daar ging het bij de SL ook om, dat is dat het comfort behouden blijft. En dan moet ik wel zeggen, we zijn nu niet aan het racen, maar ik hoop wel dat je voelt dat het wel aangenaam is, dat je hier wel heel makkelijk mee kan cruisen. Ja, ja. Ja, en ik zag ook bij het instappen dat de wielen zijn 21 duim, denk ik, met heel laag profielbanden. Dus ik moet zeggen dat wel heel veel... Dat voel je bijna niet echt. Ja. Dus dat hebben ze echt heel goed gedaan van die mix te houden. Maar inderdaad, zoals je zegt, ja, het is geen SL niet meer zoals we die gekend hebben. Nee. Zo die zwaarlijvige Lubas, waar je 1000 kilometer mee kon rijden en dan onvermoeid uitstappen, dat is wel gepasseerd. Ja, ja. Dus... De nadruk ligt meer op de S nu van SL en iets minder op de L, die dus oorspronkelijk stond voor light. Ja, ja, klopt helemaal. Ja, en dan zullen we toch ook maar iets over het budget hebben. Moeten we wel doen, hè. De vraag stellen betekent allicht dat je hem niet kan betalen. In die categorie zitten we. Ja. Dus de SL43 is de goedkoopste. Dan zitten we aan 125.000 euro. Bijna 126 zelfs. Als je de SL63 wil zoals hij hier staat in basistrim, betaal je 196.000. Oké. Okay. Uiteraard, dit is een Mercedes. Dat betekent dat er dus nog wel wat opties zijn. Hoewel ze trouwens, moet ik er wel bij vertellen, standaard zeer goed voorzien zijn. De AirScar bijvoorbeeld is standaard. De volledige digitale telemetrie die je hebt gezien is standaard, groot scherm is standaard. Dus al die dingen zitten er standaard op. Ja. Maar uiteraard heb je nog heel veel extra's. Zelfs op onze SL63, deze hier kost iets bijna 220.000 euro, denk ik. Dus dat is dan een serieus bedrag. Ja, dat is een compacte middenklasser aan opties, laten we zeggen. Ja, die je bij mag rekenen. Anderzijds, als je gaat kijken naar concurrenten, ik denk bijvoorbeeld 911 Cabrio, de Turbo S bijvoorbeeld, die kost ongeveer hetzelfde. Dus zitten ze daar wel wat in lijn met wat er vandaag gerekend wordt. Hè. Nu ja, dat is natuurlijk het eerste aspect. Mm-hmm. Dan heb je hem gekocht. Ja. Maar zoals we allebei weten, komt daar ook nog een aantal taxen bij. Ja. Die ook niet van de poes zijn. Dus ja, betaalt zeker alleen naar taxen betaal je ook nog eens een aantal duizend euro. En dan is er nog het verbruik. Ja. Wij hebben hem niet onder de 10 liter gekregen, de SL63. Oké. Okay. Ja. Dus vermoedelijk zal die SL43 het beter doen. Mm-hmm. 4-cilinder. Of minder slecht. Of minder slecht, laat ik het zo zeggen. En er is ook sprake, maar ja, die is nog niet officieel bevestigd. En als die er zou komen, zal dat sowieso nog wel even duren. De e-performance die nu in de AMG GT 4-door gelanceerd is, dus die hybride, die zou ook een plaats krijgen, of die aandrijving zou ook een plaats krijgen in de SL. En dan zou het daar misschien ook naar efficiëntie toe wat beter kunnen worden. Ja. Maar dat is voorlopig nog koffiedik kijken. Ja. Maar ja, je hebt dus een aanzienlijke beurs nodig om er zo eentje op de oprit te zetten. Ja. Dus Steven, moet je nog altijd een geruit petje in je kast hebben liggen om een SL te kopen? Of? Ja, geruite petjes in de kast kunnen nooit kwaad. Want dat is de plaats waar ze moeten liggen, namelijk in de kast. Nee, het is... De oudbollige imago is hij volledig kwijt. Mm-hmm. Die optiek klopt het wat hij daarnet zei, dat hij veel meer terugkeert naar zijn roots van sportiviteit. Alleen vind ik het geen reïncarnatie van de 300 SL, maar vind ik het wel een efficiëntere AMG GT. Ah,
Dus in die optiek klopt het wel, min of meer, dat de looks aansluiten bij die rood stash coupé die Mercedes tot voor kort in het gamma had. Met die opmerking dat een AMG GT, als je echt kon rijden, plezanter was en is dan de SL. En in die optiek zou ik ook nooit kiezen voor de 63. Die is veel te agressief en ja, je hebt zoveel vermogen. Het is zodanig hard werken dat het eigenlijk vreet aan het comfortluik dat je toch nog altijd verwacht bij een SL. Ja. Dus als je vandaag een SL zou bestellen, ga dan voor de 55. Dat is één. Een tweede opmerking die ik heb is, als dit een verbeterde slash efficiëntere AMG GT is, en we weten dat Mercedes aan het werken is aan een nieuwe AMG GT, wat in godsnaam gaan de Duitsers dan doen, of AMG dan doen, met die nieuwe GT, om die dan nog beter of nog meer apart te maken van deze SL? Elektrisch dan misschien? Dat is wat overal gefluisterd wordt en mijn zinziens kan het ook niet anders, want om beter te doen dan deze SL, zal het moeilijker worden. We zullen zien. We zullen zien. Bedankt voor het kijken en als je ook onze volgende video reviews niet wil missen, abonneer je dan gewoon op ons YouTube kanaal. Tot de volgende keer.